Wat blijft ze nou toch? Oh, daar ben ik. Sorry dat ik zo laat ben, hoor. Ik werd achterna gezeten door een vreemde vent. Maar waarom ben je dan zo laat? Hij liep zo langzaam. Oh, zo duur. Heb ik al verteld van dat het huwelijk van mijn zuster op springen staat? Nee. Het huwelijk van mijn zuster staat op springen. Oh. Erg, hè? Nou, zeg. Is dat wat, hè? Wat erg voor je. Hij verdenkt haar dat zij een verhouding heeft met een andere kerel. Oh, heeft hij daarvan een reden voor? Nou, dat denk ik wel. Ze zijn pas verhuisd van Amsterdam naar Groningen. Nou viel het hem op dat ze nog steeds dezelfde melkboer hadden. Zo doe ik. Begrijp je wel? Ja. Oh, Therese. Ik heb van de week toch zo'n prachtige film op de televisie gezien. Ach, heb je een leuke film gezien? Oh, ja, over zo'n sultan. Een sultan? Wat is een sultan? Oh, zo'n Arabisch. Zo'n Arabisch figuur. Een Arabische hengst. Ja. Ja, precies. Nou, hij had een harem met wel 60 vrouwen. 60 vrouwen? Ja. Ik zag dat luxe leventje zo aan me voorbij gaan. Ik denk, trui, dat is wat voor jou. Nou, het zou voor mij niks zijn, hoor. Nee. Ik moet er niet aan denken dat ik zo lang op mijn beurt wat wachten. Nee. Wat, zo lang? Nee, hoor. Niks voor mij. Heeft jouw buurvrouwtje nog reacties gekregen op die huwelijksadvertentie die ze had laten zetten in de krant? Ongelooflijk! Meer dan 150 brieven heeft ze gehad. Wat is die wel? Het is wat, een gek, alleen maar van vrouwen. Nou ja, wat schreven die dan? Je kunt de mijne krijgen.